Ik heb hier de thee van Celestial Seasonings. Ze hebben verschillende blends voor elk moment. Maar nu ga ik aan de slag met de chai tea. Ik ga vandaag met de chai smaak van de Indian Spice een heerlijk toetje maken voor na de paasdiner. En het is helemaal niet zo moeilijk. Ik heb warme opgeklopte melk gebruikt. Je kan hem even opwarmen in een pannetje. Maar als je een mooie schuimlaag wil, kan je een opschuimer gebruiken. Dan hebben we een mooi zakje. En die hangen we in de melk. Ik doe hem gewoon altijd helemaal erin. Maar je moet maar even kijken wat je zelf prettig vindt. Dan gebruiken we een beetje honing. Hou je heel erg van zoet, kan je er wat meer in doen. Maar ik gebruik meestal zelf 1 theelepel. Beetje kaneel. En we maken het natuurlijk af met een kaneelsoepje. Lekker warm op de bank. Genieten van het toetje.